iedereen, super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van mij. Ik heb vandaag een hele leuke video voor jullie, want ik wil graag al mijn favorietjes van de maand januari aan jullie laten zien. Ik vond het weer erg leuk om in dit nieuwe jaar een nieuwe rubriek. Wil ik graag een nieuwe rubriek voor jullie inlassen op mijn YouTube kanaal. Namelijk mijn lievelingetjes of favorietjes of hoe je het wilt noemen van de maand januari deze keer. Maar dat wil ik al zijn, elke keer aan het eind van de maand. Want vele YouTubers doen hun favorietjes laten zien. Maar bij mij gaat het echt ook wel op beautygebied. Vind ik wel heel erg leuk. Mode, interieur en lifestyle. Dus ik ga eventjes. Ik heb nu nog helaas geen lifestyle favorietjes. Maar dat wil ik wel later in een rubriek wel gaan toevoegen. Omdat ik het toch ook wel heel erg leuk vind. Dus ik ga vandaag mijn favorietjes van de maand januari laten zien. En ik hoop dat je het een leuke video vindt. Heel veel kijkplezier alvast. Nou, laten we beginnen met de beauty favorietjes, want daar heb ik er wel een heleboel van. Ik ga eerst beginnen met de producten van Aussie. Ik ben heel erg fan van Aussie. Het is echt een van mijn favoriete budget haarverzorgingsproducten. De shampoo en de conditioner, die gebruik ik eigenlijk gewoon altijd. Het zit vast echt in mijn daily routine. Maar ik heb pas geleden een heel leuk pakketje ontvangen met nieuwe producten. Dus dat is met deze droog shampoo. Ik moet eerlijk bekennen dat ik nooit zo'n hele fan ben van droog shampoo. Maar dat deze gewoon geen vettige lagen achterlaat. Hij geeft mijn haar ook echt een volumeboost waar ik wel heel erg van hou. En hij ruikt gewoon heel erg lekker. Vind ik ook weer heel belangrijk. En ik heb deze heerlijke mousse Turn Up The Curl, moet ik het goed zeggen. Met de geur van Wild Cherry en Bark Extract. Dat laatste ken ik niet, maar hij ruikt gewoon heel erg lekker zoet. Ik vind de geur echt heerlijk. Ja, echt een hele zoete geur. En het is gewoon super fijn, vind ik altijd, om mousse in je haar te kneden. Dat je lekker hebt gedoucht. Doe ik altijd eventjes mijn haar inwikkelen. En dan laat ik het lekker eventjes intrekken. En zorgt het er echt voor dat mijn haar goede volume krijgt. En ook mijn krullen een beetje terugbrengt. Zoals jullie weten heb ik geen. Ja, ik had vroeger dan had ik echt een bos krullen. Dus helaas nu niet meer. Maar ik heb wel heel erg slag. Dus als ik dat erin kneed, dan krijg je echt weer die leuke kleine slagkrulletjes terug. Dus dat vind ik super fijn. Ik heb een heleboel favorietjes deze maand van Bobbi Brown. Moet ik het goed laten zien? Ik ben pas geleden ben ik naar een Bobbi Brown counter geweest. En heb ik allerlei producten mogen proberen. Ik heb er een paar mogen ontvangen voor mijn blog. En ik heb een paar zelf aangeschaft. Aangezien ik echt heel erg verliefd ben geworden op dit merk. Mijn eerste twee favorietjes, dat zijn de welbekende Shimmer Bricks in deze mooie doosjes. Dit is de Pink Glow, dat is een hele mooie highlighter. Die vind ik erg mooi en dat vind ik echt super mooie glow geeft die. En die is echt heel erg pretty. Blush in de kleur Nectar heet die. Dat zijn hele mooie zomerse kleurtjes zitten erin. En ik vind het echt een hele mooie blush voor alledaags. Dus die gebruik ik echt heel erg graag en die pak ik er bijna eigenlijk elke dag wel bij. Nog een blushje van Bobbi Brown. Deze is iets kleiner zoals je kan zien. Toen ik hem aangaf dat ik deze graag wilde ontvangen. Aangezien ik hem super mooi vond op mijn huid. En heel erg goed matchen. We hebben helemaal gekeken hoe het bij mijn huidskleur past. Schrok ik er eigenlijk van hoe klein die was. Ik dacht eigenlijk van het zal best wel een grote blush zijn. Maar dat viel reuze mee. Maar het is dus super handig ook met meenemen. Want van die grote shimmer bricks. Je neemt best wel veel ruimte ook mee in je stash. En dit natuurlijk niet. Het is gewoon heel compact. En het is gewoon een super mooi kleurtje. En ik vind dit een hele mooie kleur. Omdat ik blond haar heb, past deze kleur denk ik wel heel erg goed. Het is een beetje wat lichte roze kleur. Maar ik denk dat deze ook wel bij ieder huidstype past. Aangezien het een heel gangbaar kleurtje is. Mijn perfecte match gevonden wat betreft de foundation. Dat is deze fijne foundation van Bobbi Brown. Dit is de Longwear Even Finish Foundation met SPS 15. En ik heb hem in de kleur 3. Beige, die is ook helemaal goed gematcht bij mijn huid. Hij heeft een hele fijne matte finish. En ik vind hem gewoon heel erg fijn werken. Nou, dan heb ik nog twee leuke beauty favorietjes. Dat zijn deze matte lip liquids, moet ik het goed zeggen. Lipsticks van de Body Shop. Eentje zit ook in mijn tas. Maar dat mag de pret niet bederven, want ik kon die eventjes niet vinden. Maar ik gebruik deze heel vaak. Ik vind deze rode kleur ook echt prachtig. En het is wat meer een allegaanse of alledaagse kleur. En ik vind ze gewoon heel erg makkelijk in de werking. Ze geven een hele mooie matte finish. En ze zijn gewoon heel erg prettig in gebruik. Dus dat zijn ook echt hele grote favorietjes van mij. Dan wil ik ook even jullie dit leuke paletje laten zien van Essence. Dit is een hele leuke contourpalet met een blush, een highlighter en een mooie bronzer. En ik vind de illustraties erop gewoon al heel erg leuk. Ik zal hem even open doen. Dan zie je ook dat er diverse kleuren in zitten. Ik vind vooral deze kleur erg mooi. Deze wat donkere blush. En ik vind de highlighter super mooi. En ik gebruik zelf dan wat meer deze bronzer dan in plaats van deze. Want deze vind ik iets te donker.
Maar ik vind het dus ook wel een hele leuke collectie. Ik heb hem nog niet heel erg veel bij de Kruidvat gezien waar ik er pas geleden ben geweest. Maar ik heb deze gekocht in Amsterdam. En ja, daar had ik hem eigenlijk gelijk dat ik dacht van ik neem deze mee, want deze ziet gewoon super lief uit. Dus deze vind ik ook een hele grote aanrader. Nou, dit palet kon natuurlijk ook niet ontbreken. Deze heb ik heel erg veel gebruikt in de maand januari. Het is een mooie palet van Heavy Metals van Urban Decay. Dit is wel een palet die ik wel voor speciale gelegenheden heb gebruikt. Dus ik vind deze kleuren met alle felgekleurde, eigenlijk de felgekleurde kant. Het is echt wel iets voor feestjes. En ik vind deze kant met de mooie bruin tint wel wat meer voor alledaags. Maar ik vind deze echt super mooi. De pigmentatie is echt prachtig. Ik heb hier ook een leuke video over gemaakt. Dus die kan je ook terugkijken als je dat leuk vindt. En ja, het is gewoon echt allemaal shimmertint. Vind ik ook gewoon wel heel erg mooi. En de pigmentatie is gewoon super goed. Dus je maakt er echt een knallend look mee. Ik wil ook eventjes deze fijne olie met jullie delen. Want dit is een verzorgende olie van de Ethos voor na het ontharen. Nou, als je net zoals mij gewoon dagelijks scheert, dan heb je al best wel eens last. Ik in ieder geval van ingroeide haartjes of irritaties. Mijn huid is super gevoelig. En als ik net iets te lang mijn scheermesje gebruik, merk ik dat gelijk. Dat er gelijk wondjes komen en dat soort dingen. Ik vind deze olie heel erg prettig voor na het ontharen. Ik smeer het meestal altijd op mijn benen en op mijn bikinilijn. Vind ik het ook erg prettig werken. Want het zorgt er echt voor dat de wondjes en dat de ingroeide haartjes, waar we allemaal wel eens last van hebben, echt gewoon vermindert. En ik vind het gewoon een heel lekker geurtje heeft het ook. Verzorgende textuur en het kalmeert gewoon echt mijn huid na het scheren. Dus deze is echt een goede budgettopper en is echt het proberen waard. En als laatste in die beauty rubriek dit fijne parfum van Marc Jacobs. Deze heel erg bekend, maar ik wou hem toch eventjes delen aangezien ik deze heel erg vaak draag. Ik vind het heel moeilijk om altijd een geur te beschrijven, maar ik vind hem heel erg zomers, heel erg zoet. Maar ook weer niet te. Het is een hele lichte geur wel. Heel erg gangbaar eigenlijk en ook echt ook wel te dragen voor alledaags. Ja, als je hem zou kunnen ruiken, zo waarschijnlijk kennen jullie velen van jullie hem ook wel. Maar als je hem niet kent, echt ruiken in de winkel. De flacon is al prachtig, maar de geur is ook echt gewoon heerlijk. Heerlijk, ja, zacht, maar toch wel ook dat zoete. Dat vind ik ook altijd wel een hele lekkere geurtextuur. Dus deze is ook zeker een favorietje van mij. Nou, dan gaan we over op de fashion favorietjes. Nou, jullie zullen deze al een beetje zat worden, want deze liet ik ook al vorige week zien in een shoplog. En ik blijf er niet over uitgekletst, want ik vind het zeker ook een favorietje voor de maand januari. Ik heb deze denk ik eind december gekocht en ik heb hem super vaak gedragen. Dit is een petje van Scotch & Soda. Super goede kwaliteit en het is gewoon een hele leuke must-have vind ik voor in je kledingkast. Want het maakt echt je outfitje af. Hij is wel prijziger, maar echt geloof mij, dit is echt je geld waard. Zeker als je houdt van petjes en accessoires en als je het heel erg leuk vindt om te combineren, is dit echt wel een hele leuke tip. Nou, ik wil ook eventjes, aangezien het soort van de lente al een beetje aankomt, deze leuke zonnebril laten zien die ik al een tijdje in mijn bezit heb. Deze is van Paul Smit. Hele mooie zonnebril. En die heb ik ook echt van de maand januari wel een paar keer opgehad. Ik neem hem graag mee altijd als ik naar school ga en dan het zonnetje tevoorschijn komt, dan doe ik hem altijd even op. En kijk hoe leuk die is. Ik vind hem echt heel erg tof. Het heeft echt wel een hele stoere touch. Geeft hij ook wel aan je outfit. Maar ook iets heel erg classies. Door de vorm, door de punten hier zeg maar aan de zijkant vind ik hem ook wel heel erg leuk. En hij zit gewoon ook heel erg stevig op je gezicht. Het is ook een hele stevige zonnebril. En dat vind ik ook wel heel erg fijn. Want je hebt ook wel eens van die zonnebril dat ik denk van ik durf hem amper te gebruiken. Want hij is zo dun. Dus dat is bij deze echt niet het geval. En het is ook echt wel een hele grote favoriet van mij. Nou, panter overload een beetje in dit filmpje. Want ik wil jullie graag dit leuke jasje laten zien. Die hebben jullie ook wel eens regelmatig voorbij zien komen op mijn blog en op mijn Instagram. Maar dat is deze. Ik ga even iets achteruit zitten. Dat is dit geweldige jasje. Hij kan hier dicht met een knoopje. En ik vind hij is lang, dus dat vind ik ook heel erg mooi. Is heel erg tof te combineren met een mooie basic zwarte jeans, met een basic zwart t-shirt. Of juist een printje eronder of een heel erg mooi jurkje. En ik vind de print echt geweldig. Het heeft een soort van glimmend stofje er ook in en het heeft iets geks. Maar ik vind als je het op een hele mooie manier combineert, dat het ook echt wel heel erg tof kan zijn. Nou, en mijn tweede panter item in deze favoriete video is dit leuke tasje van Spartoo.com. Het is van echt leer. Dat vind ik wel heel erg prettig. Dus hij is van een hele stevige textuur.
En ik vind het printje hierop heel erg leuk. Het is een soort van met van die haartjes. Je hebt hier een handig vakje waar je eventueel ook dingetjes kan doen. In kan doen, zoals bijvoorbeeld tampons of een lipstiftje, dat je dat niet kwijtraakt. En ik vind dat die van binnen gewoon ook genoeg ruimte heeft. Maar hij is gewoon super leuk te matchen. Bijvoorbeeld ook bij dit groene jurkje. Staat gewoon heel erg leuk en maakt je outfit eigenlijk direct af. Dus die vind ik gewoon wel heel erg fijn. En ik heb die echt wel een paar keer erbij gepakt deze maand. En ik merk dat ik deze zeker vaak moet gaan dragen. Dan zijn we aangekomen bij de laatste rubriek. Dat is de favorietjes wat betreft interieur. Nou, dit is natuurlijk niet per se interieur deze LP, maar het heeft wel een plekje in mijn interieur. Dus dat vind ik wel heel erg leuk om toch even te laten zien. Dit is een van de kerstcadeautjes die ik heb gehad van Mike voor kerst. En dit is de LP van John Mayer. Dit is de nieuwste en dit vind ik ook echt een aanrader. Super mooi album. En ik vind LP muziek toch ook wel heel bijzonder. En het is ook echt eventjes die feeling wanneer je zo'n LP'tje opzet. Vind ik ook gewoon heel erg leuk. Dus ik heb ook een mooie LP-spelertje op mijn kamertje staan. En het is gewoon wel heel erg leuke manier om zo muziek te luisteren. Dus deze, ik kan er veel meer over kletsen. Maar deze vind ik echt gewoon heel erg leuk. En zeker een aanrader om eens te beluisteren. En eventueel allemaal van te kopen. Want hij is super leuk. En als laatste van mijn favorietjes is dit leuke kussen. Die hebben jullie ook al voorbij zien komen in de shoplog van afgelopen vrijdag. Die is online gekomen. En het is een heel erg leuk kussen van de Sissy Boy met aapjes erop. Ik vind hem heel erg leuk. Zoals je ziet, met heel erg tof. Ook met mijn achtergrond, een muurtje. Een blauwe muur. En hij is gewoon van een hele stevige stof is die. Het is ook een stevig kussen. Dus het is niet zo klein en dat hij half ingedeukt raakt. Dus deze behoort ook zeker tot mijn favorietjes. En krijgt een superleuk plekje in mijn interieur. Nou, dan waren dit alweer al mijn favorietjes van de maand januari. Ik hoop dat je een leuke video vond. Laat me zeker even weten wat je vindt van deze rubriek. Doe eventjes een duimpje omhoog als je een leuke video vindt. En als je suggesties hebt nog voor leuke soort van elementjes in deze video. Dus bijvoorbeeld onderwerpen zoals boeken als je dat ook leuk vindt. Vind ik ook altijd wel heel erg leuk. Of tijdschrift zou ik ook een beetje mee in dubio. Want daar doe ik ook regelmatig ook zeker leuke vondsten mee. Dus als, als je daar een leuk idee hebt hoe ik dat kan laten zien. En in welk stukje dat zou passen. Laat me zeker even weten. Dus vergeet zeker geen reactie achter te laten. Vergeet zeker ook niet eventjes te abonneren. Dat zou ik super leuk vinden. En ik hoop je volgende week vrijdag weer te zien bij een nieuwe video. Doei doei!